Ik ga kijken hoe gierig mensen zijn in Utrecht. Houden ze het geld of verdubbelen ze het en geven ze het aan de volgende persoon? Let's check it out. Wat vragen? Wil je deze 50 cent houden of zal ik het verdubbelen en aan de volgende persoon geven? Verdubbelen. Verdubbelen, weet je het zeker? Ja. Oké, nou, let's go. Wilt u deze 1 euro houden of zal ik hem verdubbelen en aan de volgende persoon geven? Nee, gewoon houden voor jezelf. Maar... We kunnen niet verdubbelen. Ja, maar ik heb 2 euro en die wil ik dan aan iemand anders geven. Zal ik dat dan doen? Ja, dat is nog liever, toch? Ja. Ja, nou, doe ik dat. Oké, super lief van je. Ik heb hier 2 euro. Zal ik deze aan jullie geven of zal ik hem verdubbelen en aan de volgende persoon geven? Geef maar aan de volgende persoon. Aan de volgende persoon? Oké, let's go. Ik heb hier 4 euro. Wil jullie deze houden of zal ik hem verdubbelen en aan de volgende persoon geven? Verdubbelen maar. Ja, verdubbelen? Ja, veel plezier, man. Hij twijfelde wel een beetje, merkte ik. 8 euro. Wil jullie deze houden of zal ik hem verdubbelen aan de volgende persoon geven? Geef maar naar mij, alsjeblieft. Ja, weet je het zeker? Ja, dan moet je verdubbelen. Moet je verdubbelen of houden? Nee, ik wil gewoon geld. Ik ben echt gestuurd. Ja, weet je het zeker? Ja, tuurlijk. 16 euro voor de volgende. Ja, 100%. Zwerver of zo. Ja, maar kijk, ik ben ook bijna zwerver.